Ik wil even iets met jullie gaan bespreken. En dat is omdat augustus nadert haar einde. Hebben jullie al een keuze kunnen maken uit jullie favoriete zomerhit van dit jaar? Want dat is, ik vond het een beetje een onbeantwoorde liefde dit jaar. Je hoorde bepaalde tracks niet echt onder de aandacht komen. Maar je zegt onze zomerhit. En in het draaiboek staat de zomerhit. En daar heb ik me helemaal op voorbereid. Ja, de zomerhit. Ja, zeker. Gewoon die, ja, wat jij vindt, de zomerhit is niet per se mijn zomerhit. Ah, oké. Okay. Nee, okay. Nee, dat is inderdaad wat echt de zomerhit. Ja. De zomerhit. Ja. Dan heb ik geen idee. Nee, ja, ik denk dat dat Watermelon gebeuren, dat natuurlijk wel een hele grote zomerhit is geweest. Ja, ja, ik had... Maar niet mijn zomerhit. Nee. Ik had in mijn hoofd Kygo met Tina Turner, die het ook wel heel goed doet, hoor. Is die echt per se een zomerhit? Nou ja, Kygo klinkt altijd zomers. Dat is altijd een beetje het punt bij hem. Maar die... Vind ik juist niet. Nee, vind je dat niet? Ik vind juist nooit zomers klinken. Ik vind altijd heel donker, nachtelijk klinken. Oh ja, nee, niet echt niet. Ik zie altijd het zonnetje bij zijn ik zie altijd sterren in de ruimte. Oké, ja. Grappig. Ja. Maar het is ook altijd een beetje een soort van test. Als je dan naar het buitenland gaat, wat hoor je daar op de radio? Daar hoor je trouwens ook heel veel dat nummer van Wes en Robin Schulz. Ja, dat vind ik wel zo. Maar die is misschien een beetje te recent voor echt zomer. Ja, precies. En natuurlijk al een bestaand nummer. Ja, ik vind Banana ook wel een goede kanshebber. Oh, de TikTok-hit. Ja, het is niet mijn smaak, maar ik denk, ja, het is wel een beetje de 2020-hit. Ja. Maar Mike, jij lacht en jij hebt iets in je hoofd en misschien een bepaald nummer. Nee. Ik moet zeggen dat de term zomerhit vind ik helaas de afgelopen jaren... een beetje vervaagd, een beetje vlak geworden. Ja. Ik denk dat Fireball, hè, was dat, geloof ik, was daarna nog zoiets? Fireball. Ja, en daarna had je nog zoiets. Maar ik vind het eigenlijk iedere keer weer een blauwdruk van het jaar daarvoor. En ik vind het qua originaliteit echt niet meer van wat het ooit is geweest. Dat vind ik wel. Ik vind, als je het hebt over een zomerhit, dan moet het ook echt wel een hit zijn die er duidelijk uitspringt. Ja. Dat als jij op de radio zegt van... de zomerhit van dit jaar, dat we allemaal meteen weten waar we het over hebben. Ja, precies. Ja, dat is ook zo. En dat is de laatste jaren inderdaad minder geworden. Ik vind, als je kijkt naar 2004, volgens mij was dat, dan had je Drago ad. Dat was met recht een zomerhit. Ja, dan had je rond de tijd ook nog de ketchup song. Ja. En dat nummer van Don Omar, hoe heet dat? Danza Cuduro. Ja. Dat soort tracks. Dat zijn zomerhits. Ja. En nu, je hebt inderdaad een paar hits waarvan je kunt zeggen van dat is op zich wel een zomerhit. Ja, Watermelon Sugar, Banana of whatever, Kygo kan ook. Ja. Kan wel, ja. Maar, weet je, of Alane, ja. Ja, maar Mike, om toch eventjes weer terug op het metal gebeuren te vallen. Ik dacht dat jij deze zou zeggen. Ja, die zat ook in mijn hoofd inderdaad. Cuba Libre Midnight Sun, Summer Fiesta at Ragnarok Beach. You were dancing like a polar killer. Wacht even op het normaal supreme. Ja. When your bloodthirsty eyes cross with mine. Corazón vikingo, dress hasta domingo, la iglesia quemada, la piña colada. Vamos a bailar con el sol en gamba. Spoel ik hem even door? Nee, dat komt zo. Oké. Maar dit was voor mij dus de zomerhit van 2020. Okay. Ben je klaar voor, Rick? Even nog dit. Ah, dit kan ik wel waarderen. Het is internationaal. De band komt uit Italië. Het gaat over Norwegian reggaeton. Ja, ik zat heel erg gekluisterd aan Spotify toen ik de Harde Bonanza luisterde. En, misschien moet je even uitleggen wat de Harde Bonanza is. Dat mensen nu geen idee hebben waar je het over hebt. Nou, mag jij zelf doen. Het is een heel groot dingetje. De Harde Bonanza. Laten we dat even bewaren voor straks. Dan mag je straks uitleggen wat de Harde Bonanza is. Maar daar hebben we inderdaad samen met Caroline Brouwer... Ja. Had ik dit nummer. Die werd aangevraagd. En toen zei ik van maar dit is gewoon de zomerhit van 2020 moet het worden. Nou, dat was Radio 2 ook niet ontschoten. Dus die hadden dat ook op de site gezet. Want hebben ze nou gewoon de zomerhit van 2020 gedraaid. Ja. Maar dat is het niet geworden, jammer. Ah, jammer. Ik hoor dit en ik vond het eigenlijk best wel vet. Ja, ik ook. Ja, nou, als je het op wil zoeken, Nanowar of Steel Norwegian Reggaeton. Mijn vrouw had hem ontdekt en die heeft hem toen aan mij voorgesteld. En ik was echt van, wauw! Het is gewoon vrolijke metal. En hij blijft enorm in je kop hangen ook. Ja, nee, goud is dit. We moeten even doorgaan, anders dan worden we straks niet meer betaald door het reclameblok. Nee. Met Carol Emerald, Liquid Lunch, Dinner. Very fun. The best music for the weekend. something's gotta work.